Welkom bij iAcademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Hou je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Heeft je baby last van darmkrampjes? Dan is de baby waarschijnlijk nog geen zes weken oud. De baby zal dan onrustig zijn en zal hard en lang huilen na de voeding. Darmkrampjes komen meestal in de eerste zes weken voor, als de darmen nog niet optimaal werken. De krampjes ontstaan doordat de baby lucht heeft ingeslikt tijdens het drinken, of door een allergie voor een bepaalde stof in koemelk. Om je kindje rustig te krijgen, moet het worden getroost en gemasseerd op de buik. Ook zijn bij de drogist natuurlijke geneesmiddelen verkrijgbaar tegen darmkrampjes. Controleer wel of deze middelen geschikt zijn voor baby's. Darmkrampjes houden meestal vanzelf op. Als de krampjes lang aanhouden of je vermoedt dat je kleintje last heeft van een allergie, is het verstandig contact op te nemen met het consultatiebureau of de huisarts. Schrijf je vandaag nog in op academy.nl